Kijkers en luisteraars, een vaartig goedenavond. Welkom bij SBS Reports van maandag 23 november. De binnenlandse berichten. Gezien de precaire situatie waarin het land verkeert, heeft de commissievering 40 jaar residentie Nikeri gemeende activiteiten in dat kader niet groots te vieren. Met een budget van 40.000 SRD zullen er op dinsdag 24 en op woensdag 25 november onafhankelijkheidsdag door de speciaal in het leven geroepen commissie enkele activiteiten worden gehouden. Daarvoor is er een programma opgesteld door de commissie. De activiteiten zullen zich concentreren op en rondom het Volksplein. Tijdens een belegde persconferentie zaterdagmiddag in het Burgerinformatiecentrum BIC heeft districtscommissaris Weerprakash Julum Singh gepresenteerd aan de gemeenschap en is ook het programma dat door de speciale in het leven geroepen commissie is samengesteld bekendgemaakt. Rechtbaar is er genoeg op het programma opgebracht om zowel jong als senioren, als jongeren, tieners van gezondheid, jeugdigen, toekers, tieners, jongeren, ook de ouderen, mee te nemen in de viering van het schrijfdienst, 40 jaar. Natuurlijk is het niet het hoofd van Maasbeek en Zuid. We hebben toen gemeend voor het opstellen van het programma om de commissie die kering ook te betrekken aan de voorzitterschap van de dokter Fosjo en de scholengemeenschap ook van die kering bij te brengen, omdat de scholengemeenschap ook in de VI van het jaar gevierd heeft. Activiteiten zijn er al begonnen, sportactiviteiten is de vorige week maandag, dank u, begonnen. Wat nu doen mogen dus niet ontevreden zijn met de geleverde prestaties wat betreft bedrijven die competitief zijn bezig geweest. En hebben vertegenwoordigers van de scholengemeenschap, meneer Natschman, de leraar die gaan opvoeden en de Codabas. Die zijn dus verantwoordelijk voor met name de wandelloop. Ik heb eerdere fouten gemaakt om te zeggen trimloop. Maar ik herhaal hierbij, het is niet erin nodig, het is een wandeling. En we zitten meneer John Tony, maar die is aanwezig, die zit in het buitenland. Een klein John Tony, ook niet onbekend. Khalid Codabaks, die samen met zijn collega Lachman namens de scholengemeenschap zitting heeft in de commissie, vertelt welke bijdrage de SGN zal leveren. Nou, wat op het programma staat, is die dag begint dinsdag 24 november vanaf 4 uur op Willemsplein. Die kreeg een beweging die dus daar zo biedenwerk verleent. Dan kreeg je een vlagvorming van Surinaamse vlagvorming met heliumballonnen. En als toetje mogen aan het toren de studenten en ook anderen hun wens voor Suriname noteren zodat het meegaat naar boven. En dacht ik dat het verwoord gaat worden. Ja, dus. En die vlag, daar gaan ongeveer 400 studenten van scholen van die stad. Van die kering, scholen van die stad, die vlag worden, 400. Daarna kwam een wandelloop. Ja, wat de lieve zo zei, en dat het is niet echt gezegd, drinkloop. Maar het is geen drinkloop, het is een soort wandelloop, gekostumeerd met verschillende bevolkingsgroepen kunnen die dingen dus daar aanhalen. De wandelloop is om 5 uur. En het thema is bewegen en educatie, de sleutel van een gezonde onafhankelijk, voor een gezonde onafhankelijke natie. Ja? Ik herhaal, bewegen en educatie, de sleutel voor een gezonde onafhankelijke natie. Dat is ons thema. We gaan de loop gaan beginnen op Willemsplein, G.G. Meinertstraat, Sint-Josefstraat, D.C. Paradiersingweg, Westkanaalstraat, Willemsplein. De route is plus minus 2,3 kilometer. Dus het is redelijk voor met de kleintjes. Maar dit is een gezellige wandelloop dat iedereen kan meedoen.
en het beloof goed te gaan. Want we hebben al heel veel richting 1000 aanmeldingen al. Dus weet je die keuze, komt die erbij. En daarna heb je optredens van SGS-studenten die gaan het kunnen en hun, hoe noem je dat? Hun talenten tentoonspreiden en willen ook delen met de gemeenschap. En daarna komt er een afterparty met DJ Keuken en de Friends. Er zullen natuurlijk warme stoelen en koude dranken verkrijgbaar zijn. En alles staat aan het auspicie van Commissie Revidentie Nikeri. De Commissie Viering 40 jaar Revidentie Nikeri heeft als voorzitter Regi Lifoshu. De leden zijn Hanisha Jairam, Edgar van Genderen, Brian Kenton, Glenn Chonchoulim, Khalid Kodabaks en de heer Lachman namens de VOS-scholengemeenschap Nikeri. Het oostelijk deel van Nikeri was in het afgelopen weekend wederom het doelwit van het plegen van invallen in drugshaarden door de politie. Op Wageningen en Henaar, waar de invallen zijn gepleegd, zijn verdachten aangehouden. Eén is in verzekering gesteld, terwijl één, na te zijn verhoord, naar huis is gestuurd. Op zaterdag 21 november hebben wij een paar drugsholten aangedaan. Met andere woorden, de politie heeft invallen gedaan. Op Wageningen hebben we twee locaties hebben we aangedaan, waarbij bij één hunner, een verkoper van drugs, een aantal wikkels marijuana is gevonden. Deze man is in verzekering gesteld. Op een andere locatie was de dealer de politie een paar seconden slim af door het spul te flossen in zijn toilet. De omstandigheden waren van dien aard dat we deze conclusie konden trekken. Op Henaar is er bij een drugslocatie, of althans een plaats waar er drugs verhandeld wordt. Dus de heer des huizes, daar is er ook een van gedaan, hij is ook aangehouden. Maar hij is na bij procesverbaal te zijn gehoord heen gezonden. Bij hem is maar een wikkeltje cocaïne gevonden, vermoedelijk cocaïne. Maar desondanks, we gaan door. We gaan de zaak blijven storen, omdat we weten dat drugs heel verderfelijk is. Vooral de harddrugs voor de jeugd, voor de mensheid. Dus we gaan er echt tegenaan moeten gaan. In de Henaarpolder serie 3 zijn twee koeien geëlektrocuteerd nadat ze tegen een hoogspanningskabel zijn aangekomen die laag over de weg hing. Vanochtend hebben wij een geval gehad waarbij vermoedelijk een laaghangende kabel geknapt is door een containertruck, vermoedelijk. Waarbij deze dan de berm is terechtgekomen. En twee koeien die daar bezig waren te grazen, zijn ten gevolge daarvan doodgegaan. Het was een stroomshock die ze hebben opgelopen. Op Henaar serie 3. De politiecommandant regio West richt ook een speciaal woord naar vooral de paddyboeren die er een gewoonte van maken om met hun tractor op de openbare weg te verschijnen. Vooral nadat zij de grondbewerking hebben gedaan op de landbouwareaal. De tractor zit dan helemaal onder de klei die op de weg terechtkomt. Ook landbouwers die met ploegen en kooiwielen over de openbare weg gaan, zijn gewaarschuwd. Ik wil nog het volgende onder de aandacht van de gemeenschap brengen, dat bijzonder naar de reisboeren toe. Dat men nu de inzaaiperiode is ingeluid, dat men al te vaak met tractoren die bemodderd is over de verharde wegen rijden. Ik doe een beroep op u, laat u dit achterwege en komt u niet met ploegen op de weg, want er vindt beschadiging plaats en als u mij vraagt is er sprake van vernieling van staatsgoed waarbij u dan aangehouden kunt worden en u wordt voorgeleid. Want als u met een ploeg over een verharde weg gaat rijden, dan doet u die handeling bewust. Dus dan gaan wij ervan uit dat er opzettelijke vernieling is aangericht aan staatsgoed. Dan heb je die zogenaamde kooiwielen waarmee ze op de weg verschijnen. Mijn mensen, u gaat zwaar beboet worden. En
tractoren die gebruikt worden om arealen in orde te maken, die zijn in de meeste gevallen ook niet verzekerd. Dat kunt u zelf begrijpen. Dat wanneer u met zo'n tractor op de weg komt, op de openbare weg, u weet niet wat de consequenties zijn, maar daarom dat wij dan gaan controleren en dat u blijft binnen de perken van de wet. Als u niet verzekerd bent, komt u niet met die tractor op de weg. Want u geeft al zoveel uit om uw zaak in orde te krijgen. En daarnaast gaat u dan ook een boete moeten betalen. In verband met de viering van 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname op woensdag 25 november, zullen er tal van activiteiten georganiseerd worden op en rondom het Volksplein. Gezien de drukte die verwacht wordt, zal de politie genoodzaakt zijn de wegen in de omgeving af te sluiten voor het verkeer. De regiocommandant West van de politie, hoofdinspecteur Vijay Kumar Udit, roept de mensen op de instructies van de politie die aanwezig zal zijn om zaken in goede banen te leiden, strikt op te volgen. We hebben straks revidentie, Suriname 40 jaar onafhankelijk. Op het plein hier, op het eenheidsplein, Volksplein, hebben wij heel wat activiteiten. Met als hoogtepunt 25 november, 12 uur 's avonds, een vuurwerkshow, spektakel. Dit alles gaat vallen onder het regie van de brandweer. En wegen zullen omgelegd worden. De politie gaat aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te laten leiden. Dus ik doe een beroep op u om de bevelen, de aanwijzingen van de politie stipt op te volgen. De politie gaat deze aanwijzingen geven om het verkeer een vlot verloop te hebben. Dus mijn mensen, verleent uw medewerking als de politie een aanwijzing geeft of u beveelt een bepaalde richting in te rijden, doet u dat. Gaat u niet in discussies met mensen op straat, u geeft gewoon gevolg aan de bevelen. Dit alles heeft te maken met het feit dat wij willen hebben dat alles een ordelijk verloop moet hebben. Gilmore Hoefdraad is formeel nog steeds governor van de Centrale Bank van Suriname, CBVS. Zijn ontslag als manager van de bank is nog niet afgewikkeld. Daarom pendelt hij nog tussen het ministerie van Financiën en de bank, zei president Desi Bouterse zaterdag op een persconferentie. Het staatshoofd zei dat de regering nog zoekt naar een vervanger. De blikken zijn gericht op een goed geaccepteerde deskundige monetaire autoriteit. Omdat Hoefdraad officieel nog governor is, verricht hij af en toe naast de taken van minister van Financiën ook werkzaamheden als de hoogste man bij de centrale bank, liet Bouterse doorschemeren. De regeringsleider benadrukte dat Hoefdraad maar één salaris ontvangt. Enkele weken geleden vroeg assembleelid Mahinder Yogi nog in het parlement of het op waarheid berust dat Hoefdraad elke dag bij de bank is en daar werkzaamheden als governor verricht. De minister van Financiën gaf toen een afwijkend antwoord. Ondernemer en ex-parlementariër Arthur Chin-Astsoy vindt het ongehoord dat terwijl er sprake is van een financieel-monetaire crisis in het land en de wisselkoers instabiel is, de regering talmt met het benoemen van een nieuwe governor. Volgens hem is dit een indicatie dat de regering niet serieus omgaat met de economische problemen van het land. Reagerend op vragen van verslaggevers stelde Hoefdraad dat de afgelopen periode ook monetair is gefinancierd. Daar is totaal niks mis mee, omdat het door de bankwet is toegestaan. Elke governor maakt van deze mogelijkheid gebruik wanneer de regering om financiering vraagt. Hoefdraad merkte op dat zijn voorganger André Telting en governors voor hem dat ook hebben gedaan. Indien de samenleving geen monetaire financiering wil, zal de bankwet veranderd moeten worden. Kijkers en luisteraars, tot zover de binnenlandse berichten.